Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe voorleeskoffer. En vandaag gaat het verhaal over geluk. Laten we snel gaan kijken. Het boek heet Geluk is. En het gaat over twee muisjes en de dingen waar zij gelukkig van worden. En hier is het schattige muisje. En ik zie kaas en ik zie een veertje. En een steen. Ik ben benieuwd. Zoe zit in gedachten verzonken op het gras. Ze wordt erg blij van de vlieger van Luc. Weet jij wat geluk is? Vraagt Zoe aan haar beste vriend. Zegt Luc terwijl hij aan het vliegertouw trekt. Is dat belangrijk? Geluk is het belangrijkste wat er is, antwoordt Zoe. Geluk is een sneeuwvlokje dat smelt op je tong in de winter. Ze steekt haar tong uit. Luc kijkt haar twijfelend aan. Geluk is de mooiste kiezelsteen ter wereld vinden. Dit is ook wel een hele mooie kiezelsteen. En geluk is kijken naar een donsveertje dat dwarrelt. Wauw, wat een mooi veertje. Ik begin het te begrijpen, zegt Luc. Geluk is een klein stukje kaas vinden, helemaal onder in je zak. Lekker hoor. En muisjes houden natuurlijk ontzettend van kaas. Geluk is de pluizen van een paardenbloem blazen, roept Zoe. Geluk is in een enorme plas springen, zegt Luc opgewonden. Geluk is op je neus gekust worden door een warme zonnestraal, verzucht Zoe. Geluk is door een dikke laag herfstbladeren schuifelen, roept Luc uit. En Zoe gaat weer in het gras liggen om te kijken naar de vlieger, die hoger en hoger gaat. Dan draait ze zich op haar buik. Geluk is van heel dichtbij naar een klaproos kijken, zegt ze zacht. En geluk is vliegeren met je beste vriend, zegt Luc. Juist, dat is precies wat geluk is, zegt Zoe. En samen rennen ze over het gras. En wat maakt jullie gelukkig? Ik denk mij, ik hou ook wel van vliegeren. Tot de volgende keer. Doeg!